In NH Beslist gaan we iedere week op bezoek bij een burgemeester of een andere beslisser in Noord-Holland. En vandaag is dat Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder. En we zitten voor de gelegenheid niet op zijn werkkamer, die was niet beschikbaar, maar in het Marinemuseum. Vandaar deze nou, toch wel bijzondere locatie. Burgemeester, we gaan het over van alles hebben. Onder andere over het ziekenhuis en over het stadhuis. Maar om te beginnen, is er iets waar u slecht van slaapt op het moment? We hebben heel recent een onderzoek gehad over het drankgebruik onder jongeren. En dat onderzoek zag er niet best uit. Ik ben de afgelopen weken veel op scholen geweest om onder andere over dit onderwerp te praten. Ja. Te veel drank op jonge leeftijd brengt schade aan die niet meer wordt hersteld. Ja, en uit onderzoek blijkt juist dat de horeca in Den Helder het niet zo nauw neemt met de regels voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Uit onderzoek blijkt dat maar 1 op de 5 horecaondernemers zich daaraan houdt. 4 op de 5 dus niet. Wat gaat u daar dan aan doen? Nou, het probleem ligt eigenlijk iets breder. Het is niet alleen de horeca, maar het zijn ook de buurt en de clubhuizen en met name ook de sportverenigingen waar heel veel moet gebeuren. Gelukkig zijn we wel goed met ze in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Maar blijkbaar helpt dat niet echt? Het helpt nog niet zoals het eigenlijk zou moeten. Is het dan niet tijd voor hardere maatregelen? Nou, de maatregelen zijn op zich vrij stevig. Eerst krijg je een waarschuwing, maar al heel snel volgt er een boete. En uiteindelijk kan het zelfs betekenen dat je zaak voor enige tijd dichtgaat. Dus de horecaondernemers in Den Helder zijn zich er zeer van bewust dat hier moet worden opgetreden. Die gesprekken hebben we ook met elkaar, maar het is dus breder. Het geldt ook voor supermarkten en heel veel andere gelegenheden waar alcohol wordt geschonken. Goed, we gaan het hebben over de verkiezingen. Die zijn inmiddels alweer bijna 3 weken geleden. Is er nieuws over de formatie of informatie in Den Helder? Op dit moment wordt er in Den Helder geïnformeerd. Een lokale partij heeft fors gewonnen, de Stadspartij. Maar wat ik van de informateur begrijp, zijn de gesprekken eigenlijk heel voorspoedig aan het verlopen. En ik hoop dus dat er in de loop van deze week wat nieuws komt en dat het goed gaat met het stadsbestuur van Den Helder. De Stadspartij Den Helder is de grote winnaar van de verkiezingen geworden. Die ging in één klap van 3 naar 11 zetels. Was u verrast daardoor? Nou, ze waren vooral zelf ook heel erg verrast daardoor. Prettig verrast natuurlijk, dat is wel mooi. Maar het betekent wel dat er een formatie uit kan komen, en dat hoop ik, waardoor de stabiliteit van het stadsbestuur in Den Helder gegarandeerd is. Er ligt heel veel voor het oprapen en Den Helder is een centrumgemeente voor een hele regio. Dus ik hoop dat de dames en heren ook heel goed begrijpen dat we een verantwoordelijkheid hebben die veel verder gaat dan Den Helder alleen. Ja, waarom zegt u dat nu zo nadrukkelijk? Omdat het wel een cruciale fase is in de Maar denkt u dat die stadspartij dat niet weet? Ik denk dat ze dat heel goed weten en ik hoop ook dat ze dan vervolgens de maatregelen daarbij kunnen nemen die voor de hele regio van betekenis zijn. Een belangrijk punt tijdens de verkiezingen was het stadhuis. De vraag is, moet er een nieuw stadhuis komen of kan dat oude misschien nog eens een keertje opgelapt worden? De grote winnaar van de verkiezingen, de Stadspartij, is tegen een nieuw stadhuis. Is dat daarmee ook van de baan? Nou, dat vereist toch iets meer uitleg. De Stadspartij heeft aangegeven tegen nieuwbouw van het stadhuis op de geplande locatie te zijn. Iedereen ziet dat er iets in Den Helder moet gebeuren rondom een stadhuis. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt tijdens de gesprekken die nu plaatsvinden, om te kijken welke oplossing daarvoor gevonden kan worden. Wat vindt u zelf eigenlijk? U werkt daar? Ja, wij werken daar met heel veel ambtenaren en eigenlijk kunnen wij daar op geen enkele manier de dienstverlening bieden die we aan de inwoners van de stad zouden willen bieden. Want wat is er mis met het stadhuis? Eigenlijk is het eigenlijk is alles mis. Het is lek, de riolering doet het niet, de warmte vliegt er vanuit. Je kunt niet naar de wc daar? Nou, dat kan wel, maar het moet heel vaak worden gerepareerd. En wat ook van grote betekenis is, we kunnen daar voor onze inwoners niet de dienstverlening geven die we eigenlijk heel graag zouden willen. Ja, u bent dus voorstander van een nieuw stadhuis, gewoon een nieuw gebouw. Dat gaat natuurlijk wel geld kosten en is dat geld er wel?
Ja, maar daar heeft de gemeenteraad al een aantal keren een uitspraak over gedaan dat mochten we een nieuw stadhuis gaan bouwen, dat de kosten daarvan niet hoger zullen zijn dan wat we nu jaarlijks kwijt zijn. Maar de jarenlange discussie over dat stadhuis, die heeft ook al heel veel geld gekost. Hè? Ik begreep dat er een paar jaar geleden al een paar miljoen gereserveerd is. Is dat nu helemaal op inmiddels? Overal in het land waar over de huisvesting van ambtenaren wordt gesproken, zijn de discussies nogal lang van stof. En het heeft inderdaad ook heel veel geld gekost om de boel uit te zoeken. Dus welke kant het ook opgaat, het is dan wel van belang dat we de resultaten van die onderzoeken ook kunnen gebruiken voor het besluit wat dan wordt genomen. Ja, anders is het echt weggegooid geld. Anders is het allemaal weggegooid geld. Ja. En dat kunnen we de belastingbetaler denk ik ook niet echt uitleggen. Ja, maar even de blik op de toekomst. Denkt u dat u het als burgemeester nog mee gaat maken dat u het nieuwe stadhuis opent? Dat weet ik niet. Dat wordt op dit moment besproken en ik ben net zo benieuwd als u naar de gesprekken daarover. Als je zelf een keer een vraag wil stellen, dan kan dat via de mail of via Twitter. En de afgelopen week kregen we een vraag binnen over het Gemini ziekenhuis in Den Helder, dat in financiële problemen verkeert. En de vraag was, burgemeester, wat gaat de burgemeester daar aan doen om het ziekenhuis te behouden? Het is fantastisch om te zien hoe dat Gemini ziekenhuis leeft bij de inwoners, niet alleen van Den Helder trouwens, maar ook van Texel en de hele omgeving. Begrijpelijk toch? Het is het enige ziekenhuis. Het is volkomen begrijpelijk en de ontwikkelingen bij dat ziekenhuis, dat Gemini ziekenhuis, dat baart ook wel zorgen. Maar gaat u ook wat doen? Ja, we zijn volop in gesprek met het ziekenhuis. Ze hadden al grond gekocht om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Daarvan heeft het ziekenhuis gezegd van nou, dat is op dit moment een brug te ver. Misschien gaan we ons huidige ziekenhuis aanpassen. Ja, en dat moet ook betaald worden. Ja. Nou, daarover zijn we in gesprek hoe we dat kunnen oplossen. Ja, de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis heeft gezegd, het is eigenlijk heel simpel. De gemeente moet gewoon borg staan voor een lening, zodat we het ziekenhuis kunnen gaan verbouwen. Ja. Zo simpel is het. Gaat u borg staan voor die verbouwing? Ja, maar eigenlijk is het dan ook net zo simpel als voor de directie van het ziekenhuis. Ik neem aan dat als de buurman van de directie vraagt van ga jij even borg staan voor mij, de directie ook even goed kijkt of dat zomaar kan. En wat dat gaat kosten? En uiteraard wat het gaat kosten, want wij moeten het wel kunnen verantwoorden. Nee, want daarover gaat nu precies het gesprek. Iets heel anders. Bijstandsmoeders met minderjarige kinderen die niet door de vader erkend zijn, kregen de afgelopen weken een brief van de gemeente van Den Helder met het verzoek om alsnog de vader bekend te maken. Waarom wilt u dat weten, wie de vader is? Ja, dat willen wij weten omdat iemand die een kind op de wereld heeft gezet, daar ook de verantwoordelijkheid voor moet dragen. Dat kun je niet zomaar afwentelen op de samenleving. Dat is wat in een aantal gevallen wel gebeurt. En dan zeggen we van ja, als die vader inkomsten heeft, dan is het eigenlijk een beetje eigenaardig dat je dat afwentelt op de samenleving, terwijl iemand anders wel geld heeft. Je hebt een kind op de wereld gezet, daar heb je ook je verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar als die moeder nou niet wil of kan zeggen wie de vader is, omdat ze het niet weet of omdat ze het niet bekend wil maken, wat gebeurt er dan? Ja, als ze het niet kan zeggen, omdat ze het niet weet, dan is het een ander verhaal. Maar als je het niet wilt zeggen, dan heb je natuurlijk wel een probleem, want je hebt wel die verantwoordelijkheid. Wat gebeurt er dan? Nou, dan kan je gekort worden op je uitkering, want je hebt wel de plicht om de inlichtingen te geven die de gemeente van jou vraagt. Kunt u zich voorstellen dat sommige moeders dat ervaren als een schending van hun privacy? Als u als gemeente komt zeggen, wij willen wel weten wie de vader is, ook al vertelt u het misschien niet aan dat kind. Als je dat ervaart als schending van je privacy, draag dan ook de consequenties daarvan. Namelijk dat je geen beroep doet op de samenleving. Je doet een beroep op de samenleving. We zijn al jaren bezig om te kijken hoe we mensen met een uitkering, met bijstand, aan werk kunnen helpen. Daar zetten wij ons enorm voor in. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, dan is het volstrekt normaal dat de samenleving de kosten draagt, terwijl je wel informatie hebt die van belang is. Ja, maar u zegt net, als ze het niet weten, dan hoeft ze het ook niet te zeggen. Dus vanaf nu weet geen één bijstandsmoeder met een minderjarig niet erkend meer wie de vader was. Ja, maar zo makkelijk gaat het natuurlijk niet. We vragen er wel even een tijdje op door en er zijn natuurlijk wel methoden om erachter te komen wie dan die vader is. En dat is natuurlijk waar het in de kern om gaat. Je hebt je verantwoordelijkheid te nemen in onze samenleving. Zeker als je een beroep doet op de samenleving om ervoor te zorgen dat je inkomsten hebt. Gaat u nou nog actief speuren naar die vaders als de moeder zegt, ik wil het gewoon niet zeggen. Wat doet u dan?
Nou ja, we nemen natuurlijk die maatregel niet voor onze flauwekul. Dus op het moment dat iemand wel informatie heeft en die ook beschikbaar gesteld kan worden en er wordt niet verstrekt, dan gaan we daar natuurlijk wel actie op ondernemen. Dat is logisch. Afgelopen woensdag werd er asbest gevonden op het schoolplein van de Thorbeckenschool. Heeft u daar al meer nieuws over? Dat zou onderzocht worden? Ja, het is onderzocht. Ik heb nog geen nieuws daarover. En dan moet ik even afwachten wat daar precies uitkomt. Maar kunnen de kinderen daar veilig spelen? Ja, de kinderen kunnen daar veilig spelen. Er zijn hele kleine deeltjes gevonden. Op het moment dat je er niet aankomt en er verder niks mee doet, dan gebeurt er ook niks mee. En zo is het natuurlijk ook afgeschermd en gelijk opgeruimd. Veel burgemeesters hebben een handtekening gezet onder een manifest dat pleit voor legalisering van de wietteelt. Maar u niet. Waarom eigenlijk niet? Ik heb dat nog niet gedaan. In de eerste plaats omdat ik de afspraak met de gemeenteraad heb dat we daar met elkaar over praten. In de tweede plaats omdat het de vraag is of de legalisering van die wietteelt nou de oplossing is voor het probleem dat we met elkaar zien. Het probleem wat we eigenlijk zien is dat de wietteelt illegaal is, terwijl de coffeeshop min of meer gedoogd wordt. Dus zeg je, ja, dat is wel heel erg gek, want die coffeeshops die moeten ook bevoorraad worden. Ja. Legalisering van de wietteelt geeft echter ook een aantal problemen. Het blijkt dat ongeveer 80% van de wietteelt toch gewoon naar het buitenland verdwijnt. Ja. Dat betekent dat alle criminele activiteiten rondom die wietteelt interessant blijven voor types die je eigenlijk liever niet in je gemeente hebt. Ja. Dus daar liggen nog wel een paar vraagstukken achter waarvan ik heb gezegd, nou, dat wil ik wel even heel goed onderzocht hebben voordat we nou zelf als gemeente Den Helder zeggen, laat bij ons de wietteelt maar veilig en welig tieren. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. Volgende week dan zijn we te gast bij burgemeester Han ter Heegde van Herugowaard. Als je een vraag voor hem hebt, dan kun je die stellen via de mail. Mail dan naar nhbeslist@rtvnh.nl of via Twitter. Gebruik dan de hashtag nhbeslist. Graag tot volgende week.